Hallo allemaal, wegens technische redenen spreek ik de komende weken de video's in. Als je in een buurt woont is het belangrijk dat je een goede verstandhouding hebt met je buren. In tijd van nood moet je op elkaar kunnen rekenen. Je kent het spreekwoord wel, liever een goede buur dan een verre vriend. Maar wat doe je als buren het leven voor jou en de andere buren ondraaglijk maken? Dat gebeurt precies in deze video waarbij de politie erbij gehaald moest worden omdat wonen in de buurt van een bepaald huis ondraaglijk werd. Bekijk de video en kom erachter wat schuil ging in het huis waar een ondraaglijke stank uitkwam. Madagaskar, voorheen bekend als de Republiek Madagaskar, is een van de meest biodiverse landen op aarde. Deze biodiversiteit werd toegeschreven aan de prehistorische splitsing van het eiland van het Indiase Schiereiland miljoenen jaren geleden. Madagaskar heeft duizenden soorten planten en dieren die inheems zijn op het eiland. Wel 65% van de vogelsoorten die op het eiland worden gevonden, kom je nergens anders ter wereld in het wild tegen. Desondanks kampt het land sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1960 met problemen. Toliara, ook wel gespeld als Toliary, is een levendige stad in het zuidwesten van Madagaskar. Voorheen bekend als Toliar, heeft deze stad de bijnaam The White, een naam die afkomstig is van de unieke helderheid van de lucht. De stad werd in 1895 opgericht door een Franse architect. Het komt door zijn passie voor het planten van bomen dat Toliara nu van verkoelende schaduwen geniet. Het is niet ongewoon dat politieagenten worden ingeschakeld om in ongebruikelijke situaties bij te staan. Als de autoriteiten van Madagaskar er nog nooit één hebben meegemaakt, zou een recente oproep ze zeker kennis laten maken met een vreemde situatie. In de avond van 10 april 2018 hebben de autoriteiten in Toliara, Madagaskar, een oproep ontvangen over een vuile stank die uit een huis kwam. Ze gingen op onderzoek uit naar wat de ondraaglijke stank veroorzaakte. Wat ze in het huis aantroffen hadden ze totaal niet verwacht. Vanwege eerdere politieke onrust en het uitbreken van geweld in het hele land was de oproep niet iets ongewoons. Toen ze werden opgeroepen om de ranzige stank van een huis in Toliara te onderzoeken, was de politie daarom niet bijzonder bezorgd. In april 2018 kwamen de politie en andere lokale autoriteiten samen om de bron van een vieze geur uit een huis met twee verdiepingen te inspecteren. De politie werd vergezeld door Sori Randrian Yavizanaka, het regionale hoofd van het Milieuagentschap van Madagaskar, en haar collega's. Ze deden een gruwelijke ontdekking die nog de politie, nog de milieuinstantie eerder hebben meegemaakt. Ze hadden zich kunnen voorstellen dat er een gruwelijke misdaad was gepleegd en het resultaat van het geweld nog ontdekt moest worden. Wat er feitelijk gebeurde was inderdaad gruwelijk en wreed, maar slechts weinigen hadden het kunnen zien aankomen. Wat ze uiteindelijk vonden toen ze naar binnen gingen, liet Randrian Yavizanaka en haar collega's ontzettend schrikken. Ze vonden duizenden schildpadden van verschillende grootte die de vloeren bedekten. De schildpadden zaten tegen elkaar aan, zonder ruimte om te kunnen bewegen. In hun werk was het niet ongewoon om gevallen van dierenmishandeling tegen te komen, maar deze was absoluut verschrikkelijk. De situatie werd steeds walgelijker naarmate ze het hele huis doorzochten. De ondraaglijke stank kwam van de urine en uitwerpselen die de dieren hadden uitgescheiden, terwijl ze in hun ruimtes waren opgesloten. Ze hebben voor onbepaalde tijd in de beperkte ruimtes gezeten. Randrian Yavizanaka zei dat de stank overweldigend was. Enkele weken na de ontdekking gaf Randrian Yavizanaka een interview aan National Geographic over de schildpadden. "Je kunt het je niet voorstellen," zei ze. "Het was zo verschrikkelijk. Ze hadden schildpadden in de badkamer, in de keuken, overal in huis. De vloeren van het huis waren bekleed met dieren van verschillende grootte. De wreedheid van de situatie hield daar niet op. Toen de autoriteiten de schildpadden nauwkeurig onderzochten, konden ze de soort ervan identificeren. Het soort schildpad dat in het huis werd gevonden was de stralenschildpad, waarvan de wetenschappelijke naam Astrochelys radiata is.
Deze wordt gekenmerkt door zijn gladde, koepelvormige schild, gemarkeerd met gele lijnen die uitstralen vanuit het midden van elke plaat op zijn schaal. Het is een zeldzame soort die alleen in Madagaskar voorkomt. In het huis zijn wel bijna 11.000 stralenschildpadden gevonden. Randrian Javazinaka hielp de redders bij het tellen van de schildpadden terwijl ze deze op 6 vrachtwagens laden. Het kostte een flink wat tochtjes tot in de volgende vroege ochtend om de overdracht te voltooien. De reptielen werden naar een privéreservaat in Ivety gebracht. Helaas werden er enkele dode schildpadden onder de levende gevonden. Er zijn in totaal bijna 200 dode reptielen in het huis gevonden. Degenen die het hebben overleefd werden overgebracht naar Les Villages de Tortue of de Turtle Village, ongeveer 29 kilometer ten noorden van Toliara. Dit is een natuurreservaat van 70.000 vierkante meter dat duizenden stralen- en spinschildpadden beschermt. Bij aankomst in de faciliteit werden de schildpadden aan gezondheidstesten onderworpen en behandeld voor uitdroging. Een andere groep die belangrijk is voor het beschermen van de stralen schildpad is de Turtle Survival Alliance, TSA. Een in Amerika gevestigde groep die assisteerde bij de hele reddingsoperatie. Het is een wereldwijde groep gericht op het behoud en de bescherming van schildpadsoorten die met uitsterven bedreigd worden. Het is illegaal om een schildpad uit zijn natuurlijke habitat te halen. Een verdrag dat hun commerciële handel verbood, werd ondertekend door meer dan 180 landen, waaronder de Europese Unie. Helaas worden vanwege de slechte economische omstandigheden van Madagaskar veel van de wetten tegen commerciële handel en stroperij van de schildpadden genegeerd. Ze zijn kritisch bedreigd vanwege habitatverlies, maar ook vanwege de gewildheid van het schild met de ingewikkelde gele sterpatronen. Deze dieren worden in de dierenhandel uitgebuit. Ze worden levend gevangen en gesmokkeld om aan reptielenverzamelaars in Azië te worden verkocht. Er wordt ook op ze gejaagd door stropers en verkocht als wildvlees aan de lokale bevolking. Deze illegale acties hebben ervoor gezorgd dat de populatie schildpadden flink is gekrompen. Door de modernisering is het beboste gebied kleiner geworden, wat ook de populatie van de schildpadden aantast. Hoewel het moeilijk is om de populatie van dieren in het wild nauwkeurig te schatten, denkt de TSA dat hun aantal waarschijnlijk bijna 3 miljoen bedraagt. Dit is 75% minder ten opzichte van de geschatte 12 miljoen schildpadden in de jaren 90. Een alarmerende daling die de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur ertoe heeft aangezet haar aanduiding te veranderen van minst bezorgd in ernstig bedreigd. Er wordt aangenomen dat met het tempo waarmee de aantallen dalen, de stralenschildpadden binnen 20 jaar kunnen uitsterven. Rick Hudson, president van TSA, vertelde National Geographic: "Ze worden gevangen met wat ik een alarmerend, catastrofaal tempo zou noemen. Helaas stierven meer dan 500 van de schildpadden binnen een week na hun redding uit het huis. De reptielen stierven ondanks de inspanningen van alle betrokkenen om de gevolgen van uitdroging en infectie tegen te gaan." Hudson gelooft dat de kleine tot middelgrote schildpadden het land al uitgesmokkeld zijn. In een persbericht uitgegeven door de TSA na de redding van de bijna 11.000 stralenschildpadden verklaarde Hudson: "Ik denk niet dat het woord overweldigend in de buurt komt van het beschrijven van wat de Turtle Survival Alliance hier heeft aangetroffen." Ondanks een partnerschap met de dierentuinen en andere dierenbeschermingsorganisaties gaf Hudson toe dat het incident in Toliara de middelen van de groep heeft uitgeput. "We zorgden al voor 8.000 schildpadden in Madagaskar," legde hij uit. "Nu is dat aantal in een nacht meer dan verdubbeld. We zitten nu in een all-hands-on-deck modus." Het is misschien een moeilijke situatie, maar het was iets waar ze klaar voor waren. Het redden van bijna 11.000 stralenschildpadden die uit hun natuurlijke habitat waren verwijderd en in een ongewenste situatie waren geplaatst, was iets onverwachts. De schildpadbeschermingsgroep zorgde al voor duizenden schildpadden, waardoor de zorg voor duizenden extra een uitdagende taak was. Rick Hudson maakte echter duidelijk dat het geen situatie was die ze niet hadden voorzien. Ze hebben al partnerschappen gevormd met organisaties en instellingen die kunnen helpen bij het doel van de groep. Gelukkig is de TSA dankzij onze sterke relatie met de dierentuingemeenschap goed gepositioneerd om te reageren op dergelijke crisis, zei hij. De groep heeft veel aanhangers die willen helpen. Vanaf het bescheiden begin is de Turtle Survival Alliance een wereldwijde kracht geworden
in de bescherming en het behoud van schildpadden over de hele wereld. Het heeft ook connecties en ondersteuning gekregen van groepen en mensen met een passie voor de reptielen. Een samenwerking waar TSA het meest dankbaar voor is. De steun die we blijven ontvangen van de wereldwijde gemeenschap voor natuurbehoud is ongelooflijk. De autoriteiten van Madagaskar hadden aanwijzingen voor de daders. Ze arresteerden vervolgens 3 verdachten, waaronder de vrouw die de eigenaar van het huis is. Verschillende andere aanwijzingen hebben de politie naar de plaats gewezen waar de schildpadden werden gevangen. In hetzelfde interview in National Geographic zei Randrian Javazinaka dat 2 mannen werden betrapt op het begraven van dode schildpadden toen haar team in het pand aankwam. Ze vertelde: "We weten niet wie precies de leiding heeft, maar we weten dat er een grotere baas is. Ze konden inderdaad alleen de smokkelaars arresteren, wat op de zwarte markt slechts het topje van de ijsberg is." Stropen in het wild in Madagaskar is niet beperkt tot stralenschildpadden. Met 90% van de natuur die inheems is voor de eilanden, zijn de dieren favoriete doelwitten van smokkelaars en stropers. Een politieke staatsgreep bracht de economie van het land in een neerwaartse spiraal. Dit verzwakte op zijn beurt de inspanningen op het gebied van milieubescherming. In beslagname van stralen en andere schildpadsoorten is de afgelopen jaren een routine geworden. In het licht van deze situatie en na de traumatische ervaring die de dieren hadden, deelde Jordan Gray de plannen voor de resterende stralenschildpadden. De communicatie- en outreachcoördinator van de TSA gelooft dat ze nog niet in het wild zullen worden losgelaten. Vanwege de ernstige bedreiging voor hun populatie is een verblijf in gevangenschap voorlopig hun beste kans om te overleven. Zich bewust van de behoefte aan steun kwamen vrijwilligers aan in Le Village de Tortue om te helpen voor de stralenschildpadden te zorgen. Ze hielpen schuilhutten bouwen en water te verdelen voor de schildpadden. De Turtle Survival Alliance werd niet ontmoedigd door zijn uitgeputte middelen. Het is zelfs van plan om in de loop van enkele weken en maanden meer teams naar Madagaskar te sturen om de overlevende stralenschildpadden te helpen. De missie om bedreigde dieren te redden is er niet één die in een nacht kan worden voltooid. Maar de dieren zijn nu tenminste in de juiste handen. Dit was dan onze video over het redden van duizenden schildpadden. Die waren ondergebracht in een huis in Madagaskar waaruit een enorme stank kwam. Zelfs de politie werd erbij gehaald. Wat vond jij van dit verhaal? Wat is jouw mening over hoe deze schildpadden werden behandeld? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe top 10 video uploaden.